Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben weer met een geweldige haardos uit bed gestapt. Vandaag hebben we een pyjama dag. Hoeven we gelukkig nergens heen. Niet naar de winkel, nergens heen, want ik heb alles al in huis. Dus wat dat betreft, hè? Jordi is ondertussen aan het spelen. Ja! Yeah. Voor de mensen die zich afvragen van, ja, maar je hebt zo'n grondbox toch om ze daarin een soort van op te sluiten. Nou, dat is niet in zijn geheel waar. De reden dat wij die grondbox hebben aangeschaft is puur en alleen voor Jordi, zodat hij ze een veilige haven heeft. En dat heeft voor Jordi echt heel goed gewerkt. Het is ook echt, zeg maar, dat dat zijn domein was. En daar voelt hij zich eigenlijk ook heel goed in. Het enige is wat ik wel wil, is dat hij iets meer naar de, ja, naar buiten toe komt, zeg maar. Dus dat hij iets meer, ja, zichzelf laat zien als hij daar behoefte aan heeft. En we gaan gewoon kijken hoe dit werkt voor Jordi. En ja. Als het werkt voor Jordi, dan zijn we er blij mee. Abu? Ja! Ja, vertel maar eens tegen iedereen. Hoe gaat het met jou? Oké. Je kan ook te dichtbij gaan naar Jordi. Dan kan niemand jou meer zien. Ja, doe maar vertellen. Vind je het leuk dat papa en mama dit gedaan hebben? Ja, brilletje goed. Ja, hè, boeboe. Wat een zucht. Boe. Er is iemand wakker. Hallo. Ga je doen? Even stoppelen. Nee, toch niet. Ja, vertel. Wat heb je gedroomd? Oké. Hallo. Hallo. Hey, weerwolf. Auw. Lekstuk. Wat ik nou vroeger altijd met mijn ouders, volgens mij ook ooms en tantes en die allemaal. Vroeger deden we dit. Even goed zitten. Kijken of dat hij het een beetje aan kan. Een damespad rijdt zo. Een herenpad rijdt zo. Een boerenpad, de boerenpad rijdt zo. En er zit een gat in de weg. En er zit een bobbel in de weg. En een bobbel in de bobbel in de bobbel in de bobbel in de gat. Wil je nog een keer? Ja? Oké. Damespad rijdt zo. Een herenpad rijdt zo. Een boerenpad, de boerenpad rijdt zo. En er zit een boel in de weg. En er zit een gat
hebt een weg. Ja. Nou. Jordi is in bad geweest, tuintje gepoetst, alles erop en eraan. Nu kreeg hij flesje, heeft hij alweer bijna op. Nu gaat hij daar slapen. Ja. En dan ga ik nog even was opvouwen. Ik had de vaatwasser al aangezet. En dan ga ik ook eventjes nog de aanrecht even gauw afdoen. En als het me lukt ook even stofzuigen en dweilen hier. En dan zit de avond er eigenlijk al wel weer op. Niels is eventjes naar een vriend toe. En ja, ik vind het niet erg om lekker gewoon thuis te zijn. Dus. Heb je hem op? Wat goed van jou. Mondje afdoen. Nou, ik ga lekker Jordi heel eventjes omhoog houden en even knuffelen. En dan gaat hij zo dadelijk lekker zijn bedje in. Jordi wil niet slapen, dus ik heb hem nou zijn Nivea-speesje gegeven. Met allemaal sterretjes. Die krijgt hij wel vaker als hij niet wil slapen. Dan kan hij in ieder geval lekker eventjes rustiger worden. Ik kan hem zelf aan en uitzetten. Zoals jullie zien. Nu is het donker. Kan je niet meer aanzetten? En dan hoop ik dat hij daar lekker gaat slapen. Een hele goede morgen. Gisteren is Jordi uiteindelijk toch nog in slaap gevallen. En vanochtend was hij heel vroeg op en hij is niet meer geslapen. En toen is hij tegen 10 uur alsnog in slaap gevallen. Hij heeft nu ongeveer een uurtje geslapen en ik ga hem nu even wakker maken. Jordi. Gelijk een kamer op zijn smoelwerk. Ik ga hem heel eventjes lekker wakker laten worden en dan ga ik zijn fruitje geven. Jordi is lekker aan het spelen. Maar dan gaat hier ineens eventjes een speelgoedje helemaal over zijn toer heen. En hij snapt er helemaal niks van. Wat doet hij nou? Ja, dat weet ik ook niet. Zal maar eens kijken. Ja, maar dat weet ik ook niet. Oh, hij doet het weer. Alsjeblieft. Nou, hij is niet helemaal goed met dat speeltje. Die heeft hij helemaal ondergezeven en gedaan. Ja. Ja, wat doet hij toch allemaal, het speeltje? Jordi is bijna jarig. En hij kreeg van mijn ouders kreeg hij een cadeautje. En mijn moeder zei van, want hij krijgt nog een paar kleinere cadeautjes. Want hij krijgt gewoon wat hij nodig heeft in principe. Ze zei mijn moeder van, hier kan hij in principe al mee gaan oefenen. Dus dan krijgt hij gewoon wat kleinere cadeautjes om uit te pakken. En dan, ja, dan heeft hij in ieder geval, hè, alvast iets waar hij mee kan oefenen. Want bij Jordi duurt het altijd heel eventjes voordat hij iets accepteert of net waar. Dus dan kan hij hier alvast aan wennen. En nou had ik met de fysio van Jordi had ik het erover gehad om een loopfietsje te doen. Kijken wat hij daarmee doet. En het is het rendiertje. En ja, ik moet hem nu even in elkaar gaan zetten. Dus dat gaan we maar even doen dan. Ik heb hier alle spullen. Als mensen zich afvragen waar dat deze vandaan komt. Deze komt
bij van Aste Baby Superstore. Deze is ook helemaal niet zo heel duur voor te leren en voor te oefenen. Om er in ieder geval mee te gaan beginnen. Dus deze was iets van 20 euro, zoiets. Dus ik denk ja, ik denk daar heeft hij misschien wel eens wat aan. Ja, Jordi moet altijd even wennen natuurlijk. Als hij, ja, als hij iets nieuws heeft, dan moet hij altijd even aan wennen. Dus deze heeft hij gekregen van mijn ouders voor zijn verjaardag. Even kijken, die heb ik, die heb ik. Frame heb ik, zadel heb ik. Die heb ik ook, die heb ik ook, die heb ik. Die heb ik. Die heb ik. Oké. Nou. Ik ga de dingen even in elkaar zetten. En dan zien jullie zo dadelijk het eindresultaat. Nou, dit is hem dus. En ik ga kijken wat jullie ervan vinden. Hij is wakker omdat hij slaap had. Wat is dit? Zullen we het eens proberen? Voor hem is. Hoop ik tenminste. Nee, niet er vanaf. Op blijven zitten. Kom. Zitten. Goed zitten. Vasthouden. Ja! Daar gaat hij! Beentje weer. Goed zo! Goed zo! Wil je erbij zitten, hè? Ja! Goed zo! Doen we oefenen, hè? Thank you.
Jordi heeft nog even geslapen nadat hij op zijn loopfiets heeft gezeten. Ik heb hem net wakker gemaakt. En hij is wel blij, hè? Ja. We zitten samen even op de bank. Dan ga ik straks zijn luiertje doen. En dan gaan we eten. Ja. Oké. Okay. En dan? Ja. Staan, kijk dan. Ik denk dat hij dadelijk gewoon heel de kamer onder is, jij niet? Gezellig. Ja, maar ik bedoel als je dit helemaal kent. Ja. Is het een goed idee geweest? Ja. Kom, naar buiten. Hi. Weer de andere kant uit. Kom dan. Jordi. Hallo. Kom dan. Nee, nee. 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 Vasthouden. Vasthouden. Voetjes verzetten. Kom dan. Goed zo. Nee, goed. Goed zo. Abu. Oké. Nou, de avond zit er weer op voor ons. We hebben het een en ander nog hier gedaan. En Jordi uiteindelijk in bed gelegd. En die slaapt nu. En ik heb net zijn lieveheersbeestje afgepakt. Ja, want hij wou niet slapen. Dus ja, die hadden we weer gegeven. Hij sliep al toen ik hem afpakte, hoor. Ja, je pakt niet zomaar een ijsje van een kind af, toch? Nee. Nee. Maar wij gaan van deze ups en downs afsluiten. En ik ga nog eventjes editen. En dan gaan wij lekker naar bedje toe. Toch? Ja, zeker weten. Oké. Dus iedereen welterusten. Slaap lekker. Welterusten en tot de volgende.